Hallo iedereen, ik ben Benjamin en vandaag doe ik een review van een Lego Movie set. Dit is een hele kleine Lego Movie set. Dit is volgens mij de kleinste van de Lego Movie. Naast een aantal polybags. Die ik ook heb, maar daar ga ik niet naar kijken. Kijk naar deze. Batman en Super Angry Kitty Attack. De kleine set. Een van de enige sets van de Lego Movie die ik heb trouwens. Naast een aantal polybags en zat ook een minifigure serie hiervan. Dus ja. Hier is de voorkant van de doos. Kitty en Batman en hier de achterkant play features. Er zitten vrij veel play features in. Wacht. Wacht even. Iets heel belangrijks wat er ook nog in zit is een Terminator. dat was ik helemaal vergeten. De Terminator was ik helemaal vergeten. Dus ja. Dus laten we beginnen met de extra onderdelen. Dus we krijgen een extra Batarang voor Batman. Batman heeft dus twee Batarangs. En dit zijn alle extra onderdelen. Vrij simpel. Hier het instructieboekje. Heel mooi. Hier kan je Batman bouwen en zijn ding en het skelet en zo. Heel makkelijk. Ik heb het echt in 5 minuten of zo minder dan dat zelfs gemaakt. Dus, ja. Dus als we nu beginnen met dit zit er niet bij, maar dat zie je waarschijnlijk wel. We beginnen met de Terminator robot. Dus hier hebben we de Terminator robot. Het is gewoon een grijs skelet. Nou, wacht even hoor. Ik heb hier een wit skelet. Het zijn gewoon hetzelfde, alleen deze is grijs en heeft een. Ik weet niet eens hoe die heet. Staat het op de doos? Dit is een skeleton. Het staat aan de bovenkant. Skeleton. Kom met dit wapen. In het spel zit een laser. Het hoofd. Mooi hoofd. Voor de rest is er eigenlijk niet heel veel aan. Dit is een skelet. Nu naar Batman. Dit is mijn favoriete Batman tot nu toe. Hier hebben we de grappling gun. Hier is de andere Batman. Daar ging het niet. Ik heb een vrij makkelijke build, maar ik vind het een coole build. Direct uit de Lego Movie gehaald. Dat is heel veel van deze dingen. Dus ja. Dit is de zwarte Batman. En de cape is de achterkant. Dit is de oude style cape, dus de harde. Hier kijkt Batman boos en dan haal je de kaal af en ziet er heel cool uit. En dan draai je het hoofd om en is hij blij. Beetje te blij, maar oké. Okay. Batman is gewoon blij. En nu op naar de laatste figure in deze set. En dat is Junior Kitty of Super Angry Kitty. Nou, ze is rood. Een rood poesje. Dit onderdeel hier is vrij interessant, het hoorn onderdeel. En het staart onderdeel ook speciaal voor Unikitty gemaakt volgens mij. Hier zit een prints op, als je kan zien. Hier het hoofd. Gewoon een afhaal, joh. In het spel, als je het spel hebt gekeken of iets van gezien hebt, ook van Lego Dimensions, zit Unikitty ook in. En daar kan ze dus ook het worden, maar er wordt zeg maar het hele hoofd heel groot. Zeg maar,
Dat is wel leuk. Dus op naar de set zelf, naar de bouw. Nou, het is heel klein. Dat zit überhaupt in de doos, het is. Okay. Een andere set van Lego Movie, die ook heel vrij klein is, dat is de dubbeldekker couch. Dat boertje. Dus hij heeft twee grijparmen, dan kan hij mee grijpen. Ik kan hem hier heel mooi vastpakken. En lekker rondvliegen. Met me pakken en helemaal doodmaken. Dus ja. Hij kan ook schieten. Nu hier aan te drukken, dan schiet het uit. En nu heeft hij twee gaten in zijn hoofd. Wat is er erin? Andersom. Andersom, Benjamin. Andersom. En dus je kan dus ook Unikitty pakken. Batman is gevangen genomen door de micromanager. Unikitty is heel bij me rennen, dus ze springt. Ze springt. Wow. En ze blaast dat ding op en het ding. Piep, 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 piep. Het is helemaal kapot. Hier is de binnenkant. Ik weet niet waar je dat wil zien. Hier is hoe het werkt. Dat wil ik even met eentje zien. Je zit er gewoon zo op. Je drukt hierop en het vliegt eraf. Vrij makkelijk. Tja. Nou, hier heb je nog een paar dingen waarmee je kan bewegen. Ik weet niet waarom je dat zou willen. Nou, ik denk dat dit het eigenlijk was. De review voor de Batman en Super Angry Kitty Attack. Laten we de Skeletron neerzetten. Batman en Unikitty zijn helemaal weer blij. Ach. Dus ze hebben zeg maar de micromanager vernietigd. Het is een micromanager trouwens. En de Skeletron hebben ze ook helemaal dood gemaakt. Dus ja. Zijn nu weer helemaal blij. Ja, dit was de review. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. En dan zie ik jullie in de volgende review. Oh ja, geef een like. Een comment wat je van deze set vindt. En van Lego Movie zelf. En als je mijn kanaal heel leuk vindt, subscribe. Doei!